werd even met de supporters gevierd en ik was heel, heel erg blij. Opgekropt te voelen, dat gewoon uitbarsten. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar het was gewoon heerlijk. We hebben bijna elke wedstrijd wel een goal tegen gehad en tegen Ajax vandaag niet. Dat is toch geweldig. Ja. Dat zag je vorige week al tegen de Graafschap, dat het verdedigen bij jullie wel steeds beter staat. Ja, het staat steeds beter. Vorige week waren twee ongelukkige doelpunten. Maar ja, het staat steeds beter en we trainen erg hard op. Als we nu hadden verloren, dan was er een hele grote gat. En dan denk je dat we bovenaan een rechterrijtje. En nu staan we er heel goed voor. Volgens mij staan we nu 2 punten achter Ajax. Dus ja, dus het gaat goed. Ik vond het mooie duels met Soleimani. Ja, zeker. Het is ook een hele goede speler. Ik moest aan de bak. Hij moest ook aan de bak. Want ik weet wat zijn zwakte punt is. En zijn sterke punten. Maar ik heb zeer genoten van het duels met Soleimani. Dat zeker. Wat zijn zijn zwakke punten? Verdedigen. Ja, veel mee opkomen, dat doe je natuurlijk graag. Ja, ja, maar dat zag je ook in de wedstrijd. De eerste helft kwam ik veel vaker op dan de tweede helft. Boerichter, ja, ik heb vorige wedstrijd ook van hem gezien. Gevaarlijke speler, snel. Daar heb ik rekening mee gehouden. En ik moet ook de complimenten geven aan de voorhoede. Die zet het goed aardig vast. En daardoor kon hij ook moeilijk aangespeeld worden. En dat maakt het voor mij wat makkelijker. Geweldig gevoel om van je oude club te winnen. En ik ben heel trots op het team. Het is een hele mooie overwinning. En ook trots op jezelf? Natuurlijk ook trots op mezelf natuurlijk. En het is een hele goede teamprestatie vandaag. Ik heb zeer genoten bij mijn jaren bij Ajax. Ik heb veel daar geleerd. Anders was ik hier nooit geweest als ik bij Ajax niet had gespeeld. Dus ja, ik ben tevreden. Ik ben gewoon blij dat ik daar heb gespeeld. Maar ja, ik speel nu bij FC Groningen. En wij hebben de punten hard nodig, dus wij moeten winnen. Je kwam André Ooyen nog even tegen, zag ik. Mooie omhelzing. Ja, zeker. Ik heb vaker met hem getraind in de tweede. En we deden altijd partijtjes en had ik vaak van hem verloren. Maar dan moest ik altijd opdrukken. Dus dit keer zei hij zo van, nee Lorenzo, dat gaat nu gebeuren. Anders moet je weer opdrukken. Ik zei nee. En toen gaf hij me een omhelzing. Dat was wel mooi.